Naast mij zit... Kim van den Berg. Kim, jij bent de organisator van deze dag. Permanent Beta dag 9. Ja, 9, klopt. Ja. Als je nou uit moet leggen aan je oma wat dat is. Wat is het? Permanent Beta. Dat is echt wel heel moeilijk. Als ik het aan mijn oma uit zou moeten leggen, zou ik denk ik zeggen dat het een plek is waar mensen samenkomen die in de eerste plaats nieuwsgierig zijn naar allerlei nieuwe ontwikkelingen. Of dat nu gaat op het gebied van technologie of onderwijs, allerlei wetenschappelijke onderwerpen. Eigenlijk gewoon in het algemeen nieuwsgierige, open-minded mensen die met innovatie en nieuwe dingen bezig zijn. En daar is dit een verzamelplek voor. En die komen hier dan op een dag om met elkaar kennis uit te wisselen en van elkaar te leren. En even geïnspireerd te worden en wat nieuwe energie op te doen. Ja, dat is het denk ik. Je bent er niet vanaf het begin bij betrokken? Nee, ongeveer een jaar denk ik nadat ze gestart zijn ben ik erbij gekomen. Ja. Is er een soort doelstelling die jullie hebben geformuleerd? Wat moet het doel zijn van deze dag? Van een dag? Meer inspiratie dan je aan kan. Dus we proberen gewoon zoveel mogelijk sprekers bij elkaar te verzamelen. We hebben nu 50 sprekers op één dag. Je mist gegarandeerd dingen. Of sessies, want je kan niet alles bijwonen. En helemaal overladen worden met kennis. Zodat je eigenlijk met een hoofd vol en vol energie, maar ook vol nieuwe kennis naar huis gaat. Waar je de volgende dag tegen je collega's over blijft praten. Of tegen je moeder of tegen je oma. Ja, dat je zo enthousiast bent. Dat je dat iedereen gaat doorvertellen. Dat ze hier ook heen moeten komen. Ja. Je zegt meer inspiratie dan je aan kan. Zitten er ook grenzen aan wie jullie hier uitnodigen om sessies te doen? Zijn er thema's? Is er een soort van... We hebben niet echt één overkoepelend thema. Er is wel een kader, maar dat is ook weer heel breed. Permanent Beta gaat over bridging brains, tech and culture. Dus brains, tech and culture is dan je kader. Maar dat is natuurlijk ook gigantisch breed. We proberen de juiste mix te vinden. Dus we hebben echt technologische onderwerpen, maar we hebben ook meer de wetenschapkant of de cultuurkant, dus, of kunst. En daar proberen we een beetje de goede mix dus te vinden, de goede balans. Er is dus eigenlijk heel veel mogelijk. En dat zijn wel onderwerpen, maar we willen ook niet te veel voor persoonlijke ontwikkeling, ondernemerschap. Dat zijn wel thema's die bij ons spelen, maar daar proberen we iets minder van te doen. Zoeken naar de juiste balans. Dat is eigenlijk waar het ons belang. Hoeveel tijd neemt het in beslag, het samenstellen van zo'n dag? Het is altijd lastig om te zeggen. Iedereen doet het er een beetje bij. Dat is wel bij Permanent Beta ben ik wel een kartrekker, maar ik heb wel een team om me heen van mensen die ook meehelpen. Sinds 2 dagen heb ik nu echt een vast team. En dat werkt echt super fijn. Dus iedereen heeft zijn eigen stukje. En ik denk dat ik daar twee maanden daarvoor of zo wel 2 dagen in de week of zo misschien mee bezig ben. 2 maanden lang. Maar het is inmiddels zo'n ding, gewoon onderdeel geworden van mijn werk, dat ik heel het jaar door eigenlijk als sprekers aan het verzamelen ben. Dus die sprekerslijst die loopt echt binnen no time vol. En we zitten gewoon een paar weken van tevoren zitten gewoon helemaal vol met sprekers. En heb ik nu al een wachtlijst. Dus die wachtlijst die ik nu heb, dat is alweer een deel van mijn sprekers van de volgende Permanent Beta dag. En zo maakt het wel heel erg makkelijk. En we hebben inmiddels een netwerk van 4000 mensen. En iedereen in die community werkt mee. In ieder geval of denkt mee. Dus je krijgt sprekers krijg je gewoon bijna op een presenteerblaadje aangereikt. Dus dan is het nog lastig soms om de goede te kiezen. Dus ja. Welke sprekers was je deze aflevering heel blij mee? Dat is natuurlijk moeilijk, want je hebt ze allemaal uitgenodigd. Maar buitengewoon blij. Je was blij met iedereen, maar waar was je buitengewoon blij? Ik vond één hele leuke en ook stoer dat hij dat heeft gedaan. Jeffrey, ik weet even zijn achternaam niet uit mijn hoofd. Dat is wel eigenlijk. Dat was een jongen met autisme, hij had het uit Asperger. En die heeft een lezing gegeven over hoe hij daar eigenlijk mee omgaat. En hoe hij dan zichzelf toch zo dingen heeft aangeleerd dat hij echt prima kan functioneren in de maatschappij. En hij deed echt bizarre, wonderbaarlijke dingen met zo'n... een voorbeeld te geven, hij had een kubus met die vierkantjes erop. Die zo in elkaar moet... Rubik's Cube. En die deed hij gewoon tijdens dat hij aan het praten was, was hij aan het draaien. En binnen een minuut had hij dat ding in elkaar gedraaid. En er was iemand anders die hem in de war had gemaakt. Dus het was echt... hij liet zien wat eigenlijk de kwaliteiten waren van iemand met Asperger. En hoe hij dat dus inzet voor zichzelf. En hoe hij dus nu eigenlijk hartstikke succesvol is met lezingen geven en ondernemen. Dus dat vond ik een van de goeie.
een heel persoonlijk verhaal. Wat hebben andere mensen die hier komen daar dan aan? Nou, een van de thema's, als het dan om zijn verhaal specifiek gaat, is bij Permanent Beta, is dat het belang wordt aangegeven van de misfits of de klooiers of de mensen die net even wat anders zijn dan de rest. En hij is denk ik daar een heel goed voorbeeld van. En er lopen hier nogal meer mensen rond die, nou ja, misschien niet per se omdat ze autisme of iets hebben, maar wel gewoon omdat ze voorlopers zijn op een bepaald vakgebied. Waardoor ze op sommige plekken misschien als vreemd of als raar of als toch wat een beetje vreemde etende bij het worden gezien. En hier is daar wel plek voor. Dus dat is waar zijn verhaal dan voor staat eigenlijk, ja. Nog andere waar je echt buitengewoon blij mee was? Ik werd heel blij. Eybert Drijsma, die vind ik een van de leuke sprekers van vandaag. Dat is een uitvinder en kunstenaar. Zijn knipper. Battery eater. Ja. Nee, ja, ik vind dat gewoon, heel erg leuk. En dat is ook een goede mix weer al in één verhaal, zeg maar. In één spreker eigenlijk dat het kunst is. Het gaat om techniek, want hij bouwt dat soort dingen zelf. Hij maakt het zelf. Echt een maker en uitvinder. Ja, dat vind ik dan gewoon een hele... En kunst, dus het is een hele gave combinatie van alles wat wij hier eigenlijk op zo'n dag samenbrengen. Zit dan in zijn verhaal. En zijn hele filosofie erachter nog. Dat het ook vaak over duurzaamheidsdingen gaat. Die battery eater laat natuurlijk ook zien van een batterij die eigenlijk leeg zou moeten zijn. Is dat eigenlijk helemaal niet. En op een hele grappige manier maakt hij dat duidelijk. Dus dat vond ik ook een hele interessante spreker. Ja, en er zijn er 50, dus er zijn er nog... Zijn er nog veel meer? Ja. Dat is de sprekerskant. Ondertussen kijk jij waarschijnlijk als jij hier rondloopt naar hoe mensen uit sessies komen, hoe ze terugkomen. Hoe gaat dat volgens jou vandaag? Nou, het is wel grappig. Ik kreeg net twee mensen eigenlijk langs van, het is wel veel. En na een sessie, dan moeten ze gelijk door naar de volgende sessie. En dan hebben ze een soort van moeite om dat te verwerken en dat een plekje te geven of iets mee te doen. En aan de ene kant is dat onze bedoeling natuurlijk, want ik zeg van ja, we willen mensen genoeg, of eigenlijk te veel inspiratie geven dan ze echt aan kunnen. Nou, dat werkt blijkbaar. Maar ja, dan ga je ook denken van oké, misschien kunnen we dat anders inrichten. Maar ja, ik vind het ook wel leuk om te zien, want ze zijn wel allemaal heel enthousiast. En ze willen niks missen. Dat is ook wat ze allemaal zeggen, van ja, ik wil echt bij al die sessies zijn. Dus daar word ik wel blij van. En ik hoop dat ze straks de borrel gewoon benutten om met elkaar dan nog verder te kletsen en dan kennis uit te wisselen en te zeggen wat ze er allemaal van vonden. Dus ja, we gaan het zien. Hoeveel mensen waren er hier vandaag? Ik vind het heel lastig omdat het zo verspreid is door het hele gebouw. Maar we hadden 600 aanmeldingen. Ik denk dat we op de hele dag zo'n 500 man denk ik binnen hebben. Maar niet iedereen blijft de hele dag. Dus het is niet op één punt misschien. Maar nou ja, 500 man moeten we wel gehaald hebben. Is 500 man genoeg? Heb je het gevoel van ja, dat zet echt zoden aan de dijk? Of heb je zelf ergens in je achterhoofd het idee van nou nee, we moeten echt naar de 5000. Misschien het liefst de 500.000. Nou, dat is het niet. Ik denk dat het genoeg is voor zo'n dag als dit. Aantallen zijn bij Permanent Beta nooit echt een doel geweest of zo. Van, het is bij ons niet meer geslaagd als er 1000 man zijn dan dat er 500 zijn. Of we hebben kleine meetups door het jaar heen van waar 20 man komen. Of misschien 10 als het een kleine intieme sessie is, ook goed. Wat ik wel heel gaaf zou vinden als er meer plekken in Nederland ontstaan waar dit soort dagen gehouden worden. Dus dat er meer plekken zijn waar dan 500 man bij elkaar komen. Dat zou ik heel gaaf vinden. Maar zo'n dag als dit is het voor ons met 500 man meer dan geslaagd. We zijn begonnen ooit met denk ik 150 man op een dag. En we zitten nu aan 600 van aanmeldingen. Dus dat ja, is best goed. En, Dus als er mensen zijn die denken van nou, zo'n dag wil ik ergens anders. Dan zijn ze meer dan welkom. Ik beluister wel in alle gesprekken zo gedurende de dag dat er toch een zekere mate van urgentie is. In die zin van er staat van alles te veranderen, er verandert al van alles. Er is dus behoefte aan nieuwe modellen, nieuwe gedachten, nieuwe manieren om de wereld te lijf te gaan. Dus dan kan ik me voorstellen dat je dan vanuit dat oogpunt dat je dan denkt ja 500, ja, zet dat dan zo aan de dijk. Ja, als al die 500 dan weer de volgende dag naar werk gaan of thuis komen en daar met andere mensen over praten. En zelf allemaal weer voor hun persoonlijke bijdrage doen, zeg maar, om die verandering wat beter te laten verlopen of sneller of anders. Ja, dan denk ik dat het goed is. En ik denk dat er wel, we maken op individueel niveau wel verschil, denk ik, bij mensen. En dat is voor ons heel belangrijk. En ja, we kunnen niet heel de wereld in één keer veranderen, maar... We proberen gewoon een stapje te zetten. En volgens mij
Als je ziet eigenlijk waar het allemaal wordt opgepikt, denk ik dat het best wel goed gaat. We hebben nu een locatie in België die gaat starten. Er is vandaag een meisje uit Oeganda aanwezig. Die wil in Oeganda heel graag Permanent Beta opstarten. Ja, super gaaf. Dus wij zeggen gewoon doen. Er is een Fins meisje vandaag hier die we ook al eerder daar hebben ontmoet. Die wil daar ook gaan kijken of ze ons kan helpen. We zijn nu in Zuid-Afrika bezig. Teheran zijn we ook mee bezig. Ja, er is iemand die ook vandaag dat verder wil gaan brengen. Dus ja, als je alleen dat al ziet, dan denk ik van, nou ja, volgens mij gaat het goed. Ja. Oké, okay, nou dankjewel. Ja, de dag gaat nog even door, maar dus nog heel veel succes. En bedankt. Ja. Tot zover.